Bij ons in de studio, hoog bezoek mag ik wel zeggen. Basisschool De Tovercirkel uit Heerlen. Bekend van twee locaties op de Vullingsweg en op de Benzeraderweg. We hebben van de Benzeraderweg twee mannen in de studio. En van de Vullingsweg twee dames. We hebben ook nog drie juffrouwen. Juffrouw Leonie, juffrouw Sandra en juffrouw Kitty. Maar eventjes naar de dames dan maar eerst. Jara en Veet, hallo. Leuk dat jullie er zijn. Jullie zitten op de Vullingsweg, hè, de locatie Vullingsweg. En de mannen, dat zijn Jort en Mees. En jullie zitten op de Benzeraderweg. Hebben jullie dan, want het is natuurlijk een school bestaande uit twee locaties. Hebben jullie dan wel toch vaak contact met elkaar? Met het kamp doen wij samen. Ja, oké. Okay. En met schoolreisje en met sportdag. Oké, okay, maar jullie hebben nooit samen les. Want ja, natuurlijk, er wordt lesgegeven op de Vullingsweg en lesgegeven op de Benzeraderweg. Ja. Oké. Okay. Maar jullie kennen elkaar dus wel. Dat is in ieder geval wel fijn, toch? Ja. Oké. Okay. Hey, Serious Request komt eraan. De goede doelactie. Heel Heerlen en verre omstreken staat op zijn kop. Het is goed voor Limburg dat dat gaat gebeuren. Komende vrijdag gaat dat ook gebeuren. En jullie hebben een paar leuke acties bedacht om geld te doneren aan het Rode Kruis. Het doel dit jaar jongeren in conflictgebieden. Laat ik beginnen bij de dames. Jara en Veet, jullie, wat ik net zei, Vullingsweg. Wat hebben jullie gedaan? We hebben een flessenactie gehouden. Mm-hmm. En we hebben nog een bingoavond gehouden. Oké. Okay. En donderdag dan hebben we nog een wintermarkt. Komende donderdag doen jullie nog een wintermarkt. Ook op de locatie Vullingsweg, neem ik aan. Ja. Yeah. Vertel eens, die flessenactie, hoe gaat dat dan? Je gaat langs de deur lege flessen ophalen bij mensen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Dat kan. En je kan ook thuis zelf flessen meenemen. En dan moest je dat in een grote bak gooien en iedere groep een grote fles met vakjes. En als je ieder vijf fles had, moest je dat eerst in die bak doen en daarna mocht je één vakje inkleuren. En als we hem dan helemaal vol hadden, kregen we natuurlijk weer een nieuwe blad. En daar stonden ook van die vakjes op. Oké, okay, wat hebben jullie dan zoal opgehaald met de flesactie? Dat weten we nog niet. Oké, okay, dat moet dat nog allemaal geteld. Loopt die nog dan? De actie, of is die afgelopen nu? Die is afgelopen. Ah, oké, okay, dan moet nog even geteld worden, neem ik aan. Ja. En gaan jullie het ook bij het glazen huis brengen? Ja. Spannend, hè, allemaal? Ja. Heel veel mensen, het wordt heel erg druk in Heerlen. Dus dat wordt allemaal spannend. Veel succes in ieder geval daarmee. En de bingoavond, ben ik ook wel benieuwd naar. Want dat hebben jullie zelf georganiseerd? Ja, onze eigen school heeft dat georganiseerd. Je kon daar knakworstjes kopen voor 1 euro... En je kon een paar bingo-kaarten kopen. Mm-hmm. En je kon ook prijzen winnen. Wat dan? Noem eens wat. Bowlen, volgens mij. Oké. Okay. En golven. Oké. Okay. De juffrouwen knikken nu, hè? Dat zien we. Ja. En ja, een Roda-rocker kon je 1 jaar worden. Oh, Roda-rocker. Rakker. Roda-rakker natuurlijk. Ja, logisch. Sorry. En Happy Italy. Oh ja, dat is van de pizza en zo, hè? Ja. Ja. En een minion-taart. Oh, een minion-taart. Oh, dat is mooi. En dan kreeg je nog korting op iets van Shoopy of zoiets. Oh, oké. Okay. Nou heb je genoeg merken genoemd. Nou is de reclamecaravaan compleet, lieve schat. Maar dat kun jij niet weten natuurlijk. Ik snap dat helemaal. Maar dat is helemaal niet erg. Oh, geweldig. Heel wat goed. En in die bingoavond, wat hebben jullie daar zelf op die avond dan gedaan? Want ja, er moeten natuurlijk bingo-kaarten uitgedeeld worden. Dat werkt allemaal met nummertjes en zo. Hoe gaat dat dan? Wat hebben jullie gedaan zelf? Nou, als we konden, toen we binnenkwamen, konden we bingo-kaarten kopen. Uh-huh. En dan moesten we natuurlijk even wachten tot we allemaal zaten. Ja. En dan gingen we beginnen. En als iemand een valse bingo had, dan moest hij een liedje voor gaan zingen. Oei. Dus dat was hilariteit, denk ik. Ja. Geweldig. En een jongen, die zei bingo, maar dat had hij niet. En toen zei juffrouw Sandra, heb je een bingo? En toen zei hij, nee, maar ik wil wel een liedje zingen. Oh, dat is ook en leuk natuurlijk. En toen ging die Happy Birthday Do It Self zingen. Happy Birthday Do It Self? Ja. Oh, geweldig. En dat snapten wij dus niet. Nee, dat snap ik. Dat snap ik dat jullie dat niet snapten. Niemand snapt het, geloof ik hier. Geweldig. Oh, wat leuk joh, dit. En die bingoavond, wanneer was dat? Dat weet ik niet. Vorige week? Nee. Twee weken geleden. Oké, is in ieder geval al voorbij. Hey, en nu donderdag de wintermarkt. Dat geldt ook voor jullie school alleen? Of is dat ook voor beide locaties? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Zal ik dan even naar de mannen gaan? Vinden jullie dat goed, dames? Ja. Ja. Even naar Jort en Mees, want jullie zitten op de andere locatie. Jullie hebben ook acties gedaan. Wat hebben jullie gedaan, mannen?
Wij hebben een paaseierenactie gedaan. Een paaseierenactie? Is dat niet wat vroeg? Ja, dat was een tijdje geleden. Oh, oké. Okay. Met Pasen waarschijnlijk. Ja. Zo lang al mee bezig. En we hebben ook een bingoavond gehouden. Mm-hmm. En wij hadden vandaag een kerstmarkt gehouden. Oké, op school? Ja. Wat leuk. En wat hebben jullie zelf daar gedaan? Hebben jullie ook dingetjes verkocht? Ja, wij hebben zelf kerststangers verkocht. Ja. En waren heel veel kinderen die hadden kerstballen. Mm-hmm. En er waren ook met andere spullen van thuis. Mm-hmm. Oké, okay. Je kon ook dingetjes meenemen dus? Ja. Wat heb je zelf meegenomen? Waarschijnlijk een cadeautje waar je niet blij mee was of zo, of niet? Wij hadden zelf die kerststangers gemaakt. Oké, okay, ja. En die waren we daar aan het verkopen. Oké, okay, en dat ging goed? Er werd flink gecheckt, gecashed, zeg maar? Ja, we hebben nu alleen met die kerstmarkt hebben 924 euro opgehaald. Jezus, hé, wat knap. Dus vandaag even, 924 euro. Ja, in 2 uur tijd. Ja, mag je dat even horen, jongens? Geweldig. Zo, hé. Bijna 1000 euro gewoon even opgehaald. Hey, en jullie gaan, want de bingoavond hebben we net even gehoord ook van de dames hoe dat gegaan is natuurlijk. Wat gaan jullie nog doen? Doen jullie ook iets van een wintermarkt donderdag nog of zo? Ja, wij hebben die wintermarkt al gedaan. Oh, oké. Okay. Sorry. Oh ja, oké. Okay. En dat was de kerstmarkt? Ja, dat was. Ja, oké, oké. Excuses. Ja, wintermarkt, kerstmarkt. Ja, en nee, het was heel gezellig. Mm-hmm. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk klaar nu? Denk het nog niet. De eigen bingo? Ja. Ja, onze eigen bingo, ja. Toen waren we gaan bingoën. Ja. Dat doe je wel eens op een bingo, hè? Ja, dat is niet erg. Hè? Voel je het thuis? Ja. Wij hebben dat zelf gedaan met z'n tweeën, dus wij moesten dan de cijfertjes opnoemen. En ja, we hebben ook zelf prijsjes gehaald. Oké. Okay. Of ja, gesponsord gekregen dan. De bingo hebben we gehouden in Sint-Anna bij de bejaarden. Oh, oké. Okay. Dat was heel goed. Gezellig. Dat hebben jullie ook helemaal zelf georganiseerd daar? Ja. En hoe reageerden de bejaarde mensen? Nou, de meesten vonden het heel leuk. Mm-hmm. Maar er waren er ook een paar die waren best wel boos dat ze geen bingo hadden. Och, 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 och. En hoe hebben jullie dat opgelost? Niet, denk ik? De Sint-Anna zelf had de troostprijzen. Ah, oké. Okay. Okay. Dat bedoelt niemand met een kwaad gezicht daar vertrokken is. Het is allemaal goed afgelopen. Ja. Geen vechtpartijen en zo, het is allemaal goed gekomen. Ja. Fijn. Goh. Wat knap. Hé, maar wat knap. Jullie zelf natuurlijk samen met de juffrouw. Maar je organiseert dan ergens op een vreemde plek. Organiseer dan toch een bingo. Dat vind ik knap. Nou, eigenlijk is het meer met onze. Eigenlijk hebben we grotendeels alles zelf gedaan. Uh-huh. En ja, de juf eigenlijk niks. Je hoort wat je zegt, hè? Je krijgt van 3 dames reactie nu, hè? Dat snap je, hè? Nee, ja, prima. Oké. Okay. Eigenlijk hebben de ouders ook geholpen. Ja. En wij twee zelf hebben eigenlijk het meeste gedaan. Hey, en nu, jullie gaan nu, want dat is nu dan allemaal klaar. En dan gaan jullie ook nog naar het huis toe om het geld daar aan te bieden of zo? Ja, we hadden een actiesite gemaakt. Ja. En daar komt uiteindelijk al het geld op. Mm-hmm. En dan vragen we een check aan. En ja, dan gaan we gaan we daar, denk ik, vrijdagmiddag gaan we daar naartoe. En dan gaan we dat laten zien. Je zegt dat ook zo. Dat doen we even. Joh, vragen die check aan en klaar. Dat gaan we even regelen. Noem die site even. Is wel leuk misschien. Ja. Of heeft het geen zin meer? Van de Serious Request. Ja? Maar ja, Kom in actie is dat, hè? Ja, kom in actie met zijn site. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, dames en heren, heel erg trots op jullie. Dat jullie dat als school even met 2 locaties geregeld hebben allemaal. Heel knap. En ja, fijn dat jullie zo'n mooie bedragen dadelijk kunnen gaan aanbieden in het huis. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Willen jullie nog iets vertellen tegen de mensheid die luistert of kijkt? Donderdag is onze wintermarkt om 4:30 tot en met 7:00. Ja. En dan kun je allemaal hebben groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 8 hebben zelf werkjes gemaakt. Mm-hmm. En die gaan we dan daar verkopen. Oké, dus je wil iedereen eigenlijk gewoon, je doet dat heel goed, heel journalistiek. Je wilt iedereen even oproepen om nog even naar die wintermarkt te komen donderdagmiddag van 4:30 tot 7:00. Ja. En dat is op de Vullingsweg, hè, dames? Ja. Even voor de duidelijkheid. Oké, okay, nou dat kan. Ik ga jullie bedanken. Ik vond heel stoer wat jullie gedaan hebben. Jort, Mees, Jada en Veet. En natuurlijk de juffrouwen Leonie, Sandra en Kitty. Trots op de tovercirkel, zeg ik. Ja.
Ik wens jullie hele fijne feestdagen. Ook voor jullie papa's en mama's, broertjes, zusjes, voor iedereen. Vond het heel erg leuk dat jullie er waren. En naar welk radiostation gaan jullie kijken dan wel luisteren vanaf 2016? Wil ik dan even horen? Parkstad. Oké. Okay. Dankjewel, leuk dat jullie er waren.